De verkeersdienst van de Rijkspolitie is in deze vakantietijd extra attent op auto's met mogelijke gebreken. De ervaring heeft geleerd dat velen op reis gaan met een tweedehands auto, vaak alleen voor de vakantie gekocht waarvan alles aan mankeert. En dat betekent dan niet alleen gevaar voor de bezitter, maar ook voor andere weggebruikers. Zelfs een combinatie van vrij nieuwe auto en goed uitziende caravan wordt soms op de korrel genomen. Daarbij gaat het dan vooral om controle van de koppeling, waarbij erop gelet wordt of er een hulpkoppeling is aangebracht en of caravans zwaarder dan 750 kilo wel een zogenaamde losbreekreminrichting bezitten. Dat de caravan blijft staan en dat de auto achteruit rijdt. De technici van de politie, soms geassisteerd door de wegenwacht, weten waar de meeste gebreken zitten. Ze letten op de kogelverbinding van de stuurinrichting, op de toestand van remmen en chassis en vooral op de banden. Wat ze op dit gebied bijna dagelijks te zien krijgen, grenst aan het ongelofelijke. Het is een onverkoopbare zaak met zulke banden te gaan rijden. De eigenaar van deze auto wilde de bergen in met een gebroken handremkabel. Bovendien kwamen de klinknagels door het laatste restje remvoering heen. Het is duidelijk dat zulke wagens ogenblikkelijk uit het verkeer worden genomen. En dat gebeurt ook met auto's waarvan hele stukken zijn weggeroest. Wie met zo'n wagen op reis gaat, riskeert inbeslagneming en een verprutste vakantie. Maar daardoor blijven mogelijk mensenlevens behouden.